Hallo allemaal. Het is wat laat, sorry daarvoor, maar dit is dus mijn reading voor de maand juni. Wat mij meteen opviel was dat het thema van deze maand in het algemeen is dat we ons veel naar binnen moeten keren. En dus meditatie gaan en werken aan onszelf. En innerlijke rust vinden, geduld hebben, dat deze vier kaartjes die ik heb getrokken, dat die wel voor een deel dezelfde boodschap brachten, dus naar binnen keren. Hier bij deze prachtige de windvee staat dus ook bij, stond bij geschreven, dus op onze gedachten letten. Dat onze gedachten zuiver zijn. Dat was eigenlijk de belangrijkste boodschap die deze ons brengt voor deze maand juni. Dan heb je hier ook nog de gouden oranje draak. En daar stond ook bij van dat we wel een strijder kunnen zijn, maar dat we ook eerst aan onszelf moeten werken. En dat we dan op een vredevolle manier dus een strijder kunnen zijn voor het hoogste goed natuurlijk. En dan heb je hier een prachtige eenhoornkaart die ik heb getrokken voor jullie. En hier staat dus duidelijk geduld op. En de korte boodschap hierbij is, wacht even voordat je tot actie overgaat. Geloof dat er een goddelijke timing bestaat, wees geduldig en speel terwijl je wacht. Dus ook gewoon geduld leren hebben en dus gewoon in jezelf keren. Eigenlijk ook weer wel dezelfde soort boodschap. En dan de meester Boeddha kwam ook naar voren. Meester Boeddha. En dit is dus ook een heel duidelijke boodschap. Meester Boeddha staat ook heel erg voor een meditatie gaan. Je in jezelf naar binnen keren. En dus in jezelf in jezelf antwoorden gaan zoeken. In jezelf rust gaan zoeken. Dat is ook heel erg interessant. Dat is ook eigenlijk hetgene waar ik nu dus ook in het algemeen mee bezig ben. Al iets meer als een maand trouwens. Dat ik wel echt de drang voel om mij meer in mezelf te richten. En rust in mezelf te vinden en zo. Dus dit was mijn reading voor de maand juni voor jullie. Een beetje later dan ik normaal doe, maar dat is omdat ik zoveel mezelf naar binnen keer tegenwoordig. Maar ja, ik heb net toch de reading voor jullie kunnen doen. Heel veel liefs van mij.